Een leeggapend gat. Op de plek waar ooit de Borgbrug lag, staan nu hekken en afzetlinten. De brug werd afgelopen november aangevaren door een schip en raakte daarbij zo zwaar beschadigd dat het weggehaald moest worden voor reparatie. Maar het repareren duurt lang. De fractie van de ChristenUnie in de Provinciale Staten vindt zelfs dat het te lang duurt en wil dat het reparatieproces versneld wordt. Het seizoen komt er weer aan. En welk seizoen praten we erover? Mensen gaan weer op de fiets. En ook landbouwers die beginnen straks weer half februari met mest uitrijden. En daar ligt denk ik ook het grootste probleem bij het langzaam verkeer. Mensen die lopend gaan, maar mensen die fietsend gaan. Op de fiets is het 4 kilometer om momenteel om via de ringweg te gaan. En het landbouwverkeer, dat is nog veel meer om. Minimaal 8 kilometer, want die rijden dus helemaal via de IKEA-brug. Behalve dat de omleiding onhandig is voor fietsers en automobilisten, gaat de omleiding in de toekomst ook gevaarlijke situaties opleveren. In ieder geval meer dan normaal, want je zult de landbouwverkeer midden in de stad aantreffen, wat nu niet het geval is. En landbouwverkeer en fietsers, daarvan weten we dat dat niet de ideale combinatie is. De Borgbrug wordt momenteel gerepareerd bij machinefabriek Rusthoven aan de Stockholmstraat. Wanneer de reparatie klaar is, weet Steenbergen niet. Al heeft hij de indruk dat Rijkswaterstaat, die de eigenaar is van de brug, niet al te veel haast maakt. Daarom staat de ChristenUnie niet alleen in de roep om het proces te versnellen. Ook de VVD die staat er precies zo in. Die hebben hier ook een aantal vragen over gesteld. En dat gaat dan over de algemene veiligheid voor het totale verkeer. Wanneer verwacht u een antwoord op de vragen die jullie gesteld hebben? Normaal geldt daar een termijn voor, maar ik neem aan dat de gedeputeerde dit ook hoog zit en heel snel gaat antwoorden, in ieder geval snel actie onderneemt. Behalve het versnellen van het reparatieproces wil de ChristenUnie ook weten van gedeputeerde Mark Bouwmans of het herstel van de brug goed gecommuniceerd is met agrarische belangenorganisaties.